Dit zijn waarschijnlijk zonneschotplaten. Ze komen uit 1905. Sommige. En de drukker bestaat nog, Nelson en Sons. En we hebben de 55. En wat heeft de taxateur verteld? €3 stuk. €3 per stuk. Ongeveer. Wij blij. Jullie blij, ja. Ja, en hopelijk Dorcas dan ook nog een beetje. Ja. Dit is een speeldoosje van de oma van mijn man. En dat blijkt dus wel van eind 19e eeuw te zijn. En het is een speeldoosje met... Zal ik het laten aandoen? Ja. Hij gaat vanzelf dicht als het... Ja, ja, hij moet vanzelf dicht gaan. Mijn man was er gek op. Die liet het bij de kleinkinderen wel eens afspelen. Wat leuk. En nu, wat, nu de taxateur dit heeft gezegd, wat gaat u ermee doen? Dat ga ik met mijn kinderen bespreken, want dit is een verrassing. Dus dat weet ik nog niet. Nou, ik heb een collectie Engelse tennisplaatjes van het sigarettenmerk Players. Die gaven in de jaren 20 van de vorige eeuw gaven ze bij een pakje sigaretten een sportplaatje. Ik heb deze collage heb ik dus op rij. Het begint met de service en alle slagen komen aan bod. En hoe komt u hier aan? En in een heel klein rommelwinkje bij een heel leuke alternatieve man gingen wij naar binnen en daar hing het aan de muur en wij tennisten toen nog. En mijn vrouw was er gelijk verliefd op. Niet op mij, maar op het... En al de spelers die hier afgebeeld staan, er staat ook een kleine beschrijving bij, zijn of Davis Cup spelers of Wimbledon winnaars van die tijd. Als ik het ooit zou willen verkopen, moet ik het op de Engelse markt verkopen, want in Engeland spaart men nagenoeg alles. En er zijn denk ik heel veel liefhebbers voor. Dus, maar ik vraag me af wat de taxatiewaarde is. Wat denkt u als een inschatting mag maken? Nou, ik heb er toen 150 gulden voor betaald. En nu, ik denk aan het dubbele in euro's. Ik denk toch wel €300 op ponden. Of ponden eventueel. Als taxateur kijk je als allereerste wat er voor je ligt. Kijken is het allerbelangrijkste. En daarna pas op basis van wat je ziet, op basis van een datering, op basis van een herkomst, probeer je te komen tot een schatting. Dus we nemen daar ook altijd in mee de conditie van een stuk. Nou, wij kwamen niet met hele hoge verwachtingen binnen, maar we hadden toch gedacht dat onze twee voorwerpen iets meer zouden kunnen opbrengen. We wilden ze niet eens verkopen, maar we wilden gewoon de waarde weten. Die weten we nu. Zo'n €200 op zijn hoogst, terwijl ik 150 had, dus die waarde is bijna hetzelfde gebleven. Maar we zien wel en we halen hem lekker aan de muur en we hebben een hele leuke dag.